Nou, toen de vacature open stond voor directeur van het Meertens Instituut, heb ik gedacht, nou, dit is een kans voor mij om bij te dragen aan iets wat de KNW natuurlijk met al zijn geesteswetenschappelijke instituten doet, namelijk langdurig onderzoek mogelijk maken naar, in dit geval, taal en cultuur in Nederland. Maar dat langdurige, hè? Dus daaraan kunnen bijdragen, dat organiseren, dat in stand houden, verdedigen, met de tijd mee laten gaan. Dat vond ik een ontzettend mooie uitdaging. Wat ik van plan was bij mijn start als directeur, was om de missie van het Meertens Instituut helder te houden en waar mogelijk met de mensen die in het Meertens Instituut al werkten, te bedenken hoe we ons kunnen wenden naar alle nieuwe ontwikkelingen en ons zo wendbaar mogelijk te tonen. Want als de buitenwereld vraagt van wat doen jullie bij het Meertens, dan verwachten ze ook dat wij iets doen met het hier en nu. De technologie, die steeds in verschillende decennia zijn intrede doet, heeft natuurlijk een impact gehad op het Meertens Instituut, omdat het Meertens Instituut op een gegeven moment heeft gezien, en dat is niet zonder slag of stoot, hè, dus iemand in het Meertens Instituut ziet de mogelijkheden van de magnetische bandrecorder, de computer voor de opslag van gegevens, de computer voor het analyseren van gegevens. En dat komt vaak met golven, met de komst van een nieuw wetenschapsgebied. Mijn vak zit dichtbij die missie van het Meertens Instituut aan. En er zijn een aantal van onze onderzoekers die precies doen wat ik doe. Namelijk computationele modellen, dus computermodellen bouwen. En hun hele onderzoek daarin laten plaatsvinden. De computer rekent zaken uit. Doet dat bijvoorbeeld op een schaal die wij als mens niet zouden kunnen. Nou, een van de onderzoeken die liepen bij het Meertens toen ik hier nog helemaal niet werkte, was dat van Volkert Karsdorp, die hier ook onderzoeker is. Ik was promotor van dat onderzoek. Dus ik zag van dichtbij wat je kon doen met om te beginnen de digitale data die het Meertens had op het gebied van verhalen. De verhalenbank, de Nederlandse verhalenbank. Theo Meder, hè, dus de man van de verhalenbank, bracht niet alleen de data aan, maar ook een aantal vragen die hij altijd al had. Hè, die zijn vakgebied in feite heeft over overlevering. Wat zijn nou de mechanismen? Wat kun je terugvinden in de verschillende optekeningen van hetzelfde verhaal? Hè? Dus hoe verandert een verhaal? Dan heb je het al snel over honderden teksten of duizenden teksten als je wilt. En Volgert is met zijn onderzoek heel erg gewoon bij het begin begonnen. Hoe modelleer je dit soort processen? Hoe analyseer je verhalen op verhaalstructuur? En hoe zie je op dat niveau gelijkenissen tussen verhalen? En wat verandert er? Welk element blijft altijd hetzelfde? En welke elementen komen en gaan? Dat wil niet zeggen dat iedere onderzoeker van het Meertens Instituut al zijn onderzoek of haar onderzoek verplaatst naar de computer. Dat is geenszins het geval. Maar door samen te werken met andere onderzoekers uit de Digital Humanities en uit de AI, kom je tot de ontdekking dat sommige onderzoeksvragen zich ook laten beantwoorden via een data-analyse, via een analyse van zulke hoeveelheden data dat je daar als mens zeker nooit de tijd voor zou hebben om dat allemaal te beoordelen. Wij waren gevraagd door het RIVM om standaard sociaal-wetenschappelijk onderzoek eigenlijk aan te vullen met iets wat ook voor die onderzoekers nieuw is, namelijk wat haal je uit sociale media aan opinies, meningen, vragen, gedrag, onzekerheden van het grote publiek over de coronacrisis. We hebben gezocht naar zaken waar we gevraagd werden naar te zoeken. Kijk eens naar het verloop van hoe vaak wordt zo'n onderwerp als mondkapjes genoemd. We zijn ook ongevraagd gaan zoeken in wat komt er nou voor waar onze collega's gedragswetenschappers niet naar vragen. En dat is bijvoorbeeld vragen. Kijk, zij zijn gewend om vragen te stellen, maar diezelfde Nederlanders die zitten voor een deel op Twitter en die stellen daar weer vragen. Hè. Dus dat zijn zaken die natuurlijk rechtstreeks verband houden met onzekerheid en met een gebrek aan informatie of een tegenstrijdigheid in informatie die mensen opvangen uit de persconferenties en uit wat men op straat zegt. Ik sta nu in mijn eigen werkkamer. Het gebouw waar we zitten is ook schitterend. Ik leid mensen graag rond langs de hoekjes en de onvermoede plekjes die dit gebouw
herberg, de commissariskamer, maar ook gewoon de glas en lood, de standbeelden. Het zou fantastisch zijn om hem rond te leiden. Ik zou me niks leukers kunnen voorstellen. Ik denk dat hij zich in een science fiction film waant. Waarschijnlijk herkent hij heel veel, omdat het onderwerp is niet veranderd. Hè? Wij bestuderen nog altijd taal en cultuur. En hij wist, en iedereen die bij het Meertens Instituut werkt weet, dat alles verandert, alles stroomt. Variatie is van alle tijden, veranderen is van alle tijden. Dat is ons bread and butter, zeg maar. Daar doen we ons werk. Dat definieert ons werk.